daar staan ze. Hallo. Wat een glazen zeg. Cesar, hoe is het met u? Als ik een... kijk nou eens even. Ja. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, liptaties. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio en Jesse Silver ligt daar lekker te pitten. René is op haar werk, dat is weer aan die kant. En het is vandaag druk. Ik heb vandaag onwijs veel te doen. Het is 9:30. Het is een fantastisch lekkere zomerdag. Ruim 30 graden vandaag. En wat moeten we allemaal doen? Ik moet dat naast die bloemen daar in het plastic terug naar de blokken brengen. Want het is zo'n vouwen buggy, maar die is toch niet helemaal naar onze wens. En we gaan vandaag barbecue. Dus zo meteen eventjes hout en de barbecue in de auto laden. En dan gaan we naar Els, onze schoonmoeder. En, of mijn schoonmoeder, niet jullie schoonmoeder, mijn schoonmoeder. En dan gaan we grillen. En we gaan een badje opzetten die we ook gehad hebben van 1000cadeaus.nl. Dus ben je lekker enthousiast en denk je van, hey, wat voor leuke cadeaus kan ik binnenkort geven? Ga even naar 1000cadeaus.nl en zoek je cadeautje uit. En gebruik kortingscode SERGIORGD voor 10% korting. Altijd leuk, toch? Eerst nog even een kopje koffie. Ja. Ik voel me al helemaal de barbecue, man. Met mijn tietenschort. Hebben we ook gehad. Wat vind je ervan? Het zijn helemaal mijn kleur ook. Nou. Ja. Er is niks sexy aan dit. Even kijken. Nou, de buggy is weggebracht. Het pakketje is opgestuurd. Jesse heeft gegeten. En tijd voor de barbecue. Mijn kerstpakket. Kennen jullie nog? Het is wel helemaal verroest, maar dat schijnt zo te horen. En Jesse? Ja? Kitty. Ons vriendje Lucas die kruipt sinds vandaag. Ik kreeg een heel leuk filmpje. Veteranendag, dus komen altijd vliegtuigen over, maar ik mis ze de hele tijd. Zo meteen nog maar een keer proberen. Kijk, die is bijna klaar. Zou het genoeg zijn? Denk het wel. Kijk, precies zoals ik het wil. Vlammetjes zijn weg. Hij is heel warm. Hopelijk blijft hij lang genoeg na gloeien, want we hebben natuurlijk geen kolen, maar hout. Ja, zou goed moeten zijn. Ja, inmiddels 2 uur verder. We hebben toch maar gekozen voor een zak brieken. Want met het hout was niet zo'n succes. Omdat de temperatuur niet overal hetzelfde was. Dus ik had één stukje verbrande kip. En één stukje kip dat net een beetje warm was door de zon. Dus... En we hebben een mijlpaal, want Jesse Silver is net van zijn buik naar zijn rug gekeerd. Hey. En ik heb kokosbrieken gevonden. Ik weet nog niet helemaal wat het verschil is, maar in ieder geval de brandtijd is langer. Dus briek de coco. Super. Bij de Lidl. Zo. Ik dacht, aangezien we toch moeten eten, heb ik een lekker entrecôte. Die heeft ze ingesmeerd met citroen, want daar blijft er lekker mals van. En smaakt met peper, zout en een beetje knoflook. En voor de bij eventjes aardappeltje in aluminiumfolie met een beetje oregano en olijfolie. En wederom een beetje peper en zout, dus altijd lekker. En dan in aluminiumfolie op de barbecue straks. En alvast voorproefje saté saus met broodje.
Een leuk pakketje, dacht ik. En wist je dat als je aluminiumfolie de matte kant naar buiten doet, dat het is om iets warm te houden. En als je de glimmende kant naar buiten doet, dan is het om iets koel te houden. Tip van Flip. Zo, ik ben ook gezellig aangeschoven na een lange dag hard werken. Hi Princess. Hi. Spelen weer sexy bij aan het staan. Is dat een normale zin? Maar ik dacht natuurlijk gelijk, potje, een slak. Hè? Nu is het nog warm, hè? Ja, wat is dit toch weer grappig. Hij heeft zelfs een staart. Daar. Lekker licht. Schat, hij ligt helemaal te spelen. Ja. Hij ligt helemaal op zijn zij. Super lief. Nou, ik was vandaag aan het rennen in Scheveningen op de, aan het strand, zeg maar, op de duinen, zeg maar. Lekker door het rullenzand. En noemen ze het rullenzand? Ja, toch, rullenzand. En ik ben een beetje, nou ja, ik heb daar dus een telefoon gevonden. En nou hoort hij mij, dus ik kan het kort houden. Ik heb een telefoon gevonden en dan heb ik dus via, ik heb niks, kan niet ontgrendeld worden. Maar ik heb wel op een gegeven moment geswiped en dan zie je van die meldingen. En daar stond op een gegeven moment een telefoonnummer. Dat telefoonnummer heb ik gebeld en dan bleek het een oom te zijn van een jongetje dat hier in Nederland op vakantie is. Hij woont in Noorwegen en hij was met zijn opa op stap. Snap je het nog? Nou, hij komt hem zo meteen ophalen. Dus ja, super, super nice toch? Ik heb het nog op Twitter gegooid en zo. Maar dat is allemaal niet nodig. Ik heb hem gevonden. Ik ga even iemand knuffelen. Zo, inmiddels zijn we een dag verder. En heeft hij net gebeld voor zijn telefoon. En maar ja, dat is heel lastig uitleggen. Dus ik ga er maar gewoon naartoe, schat. Dus dan weet je dat. Ja, ik zie je zo meteen. Smakelijk. Voor deze timing was ook alweer heel erg fijn. Maar ja, moet er wat voor over hebben. Of ja, eigenlijk moest hij er wat voor over hebben. Maar we gaan er gewoon eventjes naartoe. En dan is die jongen ook weer blij. Heeft hij zijn telefoon terug. En kan ik lekker eten. Zo. Even kijken of we ze kunnen vinden. Lekker café. Het is groen, dat is positief. Ik ga gelijk doorrijden. Is die nog steeds groen? Ik denk het wel. Ah, daar staan ze. Daar staan ze. Hallo. Hey, goeiedag. Wat een glazen, zeg. Zo, hoe is het met u? Als ik een... Ja, kijk nou eens even. Ja. Hi. Hi. I'm a Dutch vlogger, so that's why I have the camera. I don't know if you mind. You okay with it? Your YouTube channel? Yeah. Yes. I'll show you in a minute. I've got something for you. Wow.
I've got something for you. You're a phone. Thank you. You know, it was sticking out of the sand just by the corner. I was walking and I saw it sticking out in the sand. And then I was like, how am I going to return this to the owner? So I swiped a little bit of the YouTube pop-ups. Oh yeah. Yeah. So I swiped them away. And you saw my... Your uncle's phone number. So... Als je blieft. Nou, als ik hem bij dode had, dan had ik hem op. Helemaal niet nodig, toch? Zou eigenlijk iedereen gewoon moeten doen, ja toch? Een hele goede morgen! Mijn verjaardagsfeestje is geweest. Hebben we overigens niet gefilmd, want er zijn nogal wat vrienden die het op zich niet echt zien zitten om op de camera te komen. Dus we hebben gewoon besloten om het lekker privé te houden. Maar ik wil jullie natuurlijk wel even mijn cadeautje delen die ik van mijn poepie heb gehad. En mijn moetie. En mijn schoonmoetie. En schoonpoetie. Hoe staat dat? Schoonpoetie. Schoonpoetie. Volgens mij is dat, denk ik, dat iets heel anders. Maar niet uit. Zit mijn vriend binnen, maar poetie. Vieze poetie, moet je niet zeggen, dan poetie. Mijn moeder zegt wel als vieze poetie. Als iemand heel erg vies bedoelt, gewoon die zich niet verzorgd en zo. Vieze poetie. Nou, in ieder geval van mijn moeder. Sta stil. In ieder geval van mijn moeder. En van Anja. En van Rolf. En van wie nog meer? Van mijn zus. Oh ja, van je zus. Ja. Nou, daar komt ie. Hou jij me vast. Zal ik hem anders even vasthouden? Ja, hou jij me vast. Okay, I am a... Jesse Silver kijkt ook heel aandachtig. Zo, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Klap anders het schermpje even. Oh, dat kan ik natuurlijk. Daar komt ie. 1, 2, 3. Halleluja! Vind je het mooi? Volgens mij is ze er blij mee. Een iPad Air. Air! En ook superhandig. Een toetsenbordje. Ja, vind ik echt superhandig. Ja. Nou ja, René laat over het algemeen de dingen niet zo snel vallen. Zoals een telefoon of zo. Dus eigenlijk heeft ze een hoesje om die nodig. En natuurlijk het ros. Ja. Nee, maar ik gebruik hem ook veel voor mijn muziek. En degene die ik nu heb, die is gewoon echt heel oud. Dus die, die laadt bijna niet op. Dan ben ik 2 dagen mee bezig om dat ding op te laden, zeg maar. Nee, een hoesje is gewoon fijn, weet je. Als je hem een keer laat vallen en hij is gelijk kapot, dan ben je gewoon ziek. Dan ben je ik vind ziek. Jesse Silver zit wel echt ongelooflijk schattig naar ons te kijken. Hé, hey, poppie. Hé, hey, poppie. Kijk dan. Ja, dat moeten we ook even vertellen, want dit schatje, dit is echt, hij heeft zijn prikjes gehad. Ja. Ik geef de camera even aan jou over, want Mitch komt zo meteen eten. En ik ben bezig met lekkere croissantjes draaien en een kipje en zoete aardappel. Maar dan moet ik even vertellen, want dit schattenpatatje, die heeft zijn 4 maand prikjes gehad. En voor het eerst is hij daar een beetje ziek van geweest. Hij had koorts. Ja, dat is niet leuk, schat. Nee. Dus ik moest hem ook halen van de crash uiteindelijk. Maar dat was gelukkig was ik al klaar met al mijn afspraken. Dus dat scheelde. Hij had het echt even volgehouden. Hé, ja. En diarree. En ja, zijn flesjes niet opdrinken. Nou, dat doet hij al helemaal nooit. Hij wil altijd meer. Dus hij is toch niet helemaal lekker in zijn hummie. Maar het gaat gelukkig de goede kant op. Nou. In ieder geval, vonden jullie dit een toffe vlog? Vonden jullie mijn cadeautje ook heel gaaf? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jou bij de volgende vlog. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao.